Ten slotte voor u een gedachte-experiment, want ik hoop dat u een beetje positief en optimistisch zal stemmen. Ik ben geboren in oktober 43. Ik ben dus vorig najaar ben ik 70 geworden. En verreweg de gevaarlijkste periode van mijn leven was oktober 43 tot mei 45. Sterker nog, ik ben 2 maal aan de dood ontsnapt. En alle jaren daarna, van mei 45 tot op de dag van vandaag. Ja, we hebben wat mindere tijden gehad, late jaren 70, vroege jaren 80. Het is nu ook niet groots in economisch opzicht. Maar die hele periode van 45 tot nu kunnen we eigenlijk overzien. En u ziet dat het een gestage economische ontwikkeling omhoog is. U heeft geen idee, als u een stuk jonger bent dan ik, wat een armoedige en schrale jaren het waren, die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. En dan begint in de jaren 50 de welvaartsmachine te draaien. En die draait nog veel harder in de jaren 60. We zijn allemaal in Nederland ongekend welvarend geworden. Is dat perfect verdeeld? Nee, dat is niet het geval. Al zijn in feite in Nederland de economische ongelijkheden niet zo verschrikkelijk groot. Maar gek genoeg, als je een wat ruimer perspectief neemt, als je de groothoeklens gebruikt op de geschiedenis, dan ziet u niet waar dat de afgelopen bijna 3/4 eeuw in feite een zeer voorspoedige periode is geweest. En de laatste 25 jaar is ook een zeer voorspoedige periode geweest. En als we naar Nederland kijken, moeten we eigenlijk iets heel wonderlijks constateren. Namelijk dat Nederland met die zogenaamd zo gebrekkig functionerende parlementaire democratie eigenlijk, in comparatief perspectief gezien, heel behoorlijk bestuurd is. Dat die Nederlandse parlementaire democratie heel behoorlijk gewerkt heeft. En dat idee dat de burgers altijd maar boos zijn in Nederland, dat is voornamelijk retoriek en dat is een recent idee. En eigenlijk zouden we verstandig aan doen om daarmee op te houden met die retoriek, want die is niet in overeenstemming met de politieke en de sociaal-economische werkelijkheid. Nederland is een heel behoorlijk bestuurd land. En dat niet alleen, wij horen tot de allerwelvarendste landen ter wereld. En de kans dat dat plotseling anders zou worden, is heel erg klein. Kortom, de vlag uit.